We zijn bij Archipel, locatie De Landrijd. Dat is een huis waar mensen wonen met een bijzondere aandoening. We hebben hier verschillende expertisecentra, waaronder het expertisecentrum voor mensen met de ziekte van Huntington. De ziekte van Huntington is een zeldzame hersenziekte die overerfbaar is. Wat dus betekent dat als een van de ouders de ziekte heeft, dat de kinderen 50% kans hebben om ook die ziekte te krijgen. De ziekte openbaart zich meestal zo tussen de 30e of 40e levensjaar. En het duurt ongeveer zo'n 15 tot 20 jaar voordat de ziekte helemaal zover is dat mensen er ook aan overlijden. Er is verder geen genezing mogelijk aan deze ziekte. De eerste symptomen zijn vaak psychische symptomen, voordat de lichamelijke symptomen zich openbaren. En de lichamelijke symptomen die vallen wel het meeste op. Dat zijn de onwillekeurige bewegingen, de gorea, zoals dat vroeger ook de ziekte genoemd werd, de gorea van Huntington. In fase 1 van het ziektebeeld is er sprake van beginnende symptomen, waarbij mensen nog helemaal zelfstandig kunnen functioneren thuis. En in deze fase komt de poli van Huntington ook al in beeld. In fase 2 zijn er meer symptomen die zich voordoen, waarbij mensen meer behandeling nodig hebben en begeleiding nodig hebben, maar nog wel thuis kunnen wonen. En in fase 3 is er zoveel hulp en zorg nodig dat mensen eigenlijk al aangewezen zijn op verblijf in het verpleeghuis. Omdat de ziekte een wisselend verloop heeft en natuurlijk steeds verandert, is het omgaan met de ziekte ook iets wat ontzettend veel vraagt van cliënten, maar ook van de mensen om hen heen. En wij proberen daarin zoveel mogelijk te ondersteunen, niet alleen de cliënt zelf in het omgaan met de ziekte, maar ook de mensen daaromheen. Zodat ze in elke fase weer kunnen aanpassen op de nieuwe situatie. Ja, heel heftig, hè. Het is ontzettend zwaar dat je iemand zo ziet aftakelen. Ja. We zien bij de ziekte van Huntington zien we forse karakterveranderingen. En dat kan klein beginnen met subtiele veranderingen, maar het wordt steeds erger. En dat heeft natuurlijk ook wel impact op het gezinsleven. De relatie verandert. Maar ook als er kinderen betrokken zijn, denk aan puberende kinderen, wat dat al voor dynamiek geeft. Bij een vader of moeder met karakterveranderingen zie je dat ook extra lastig kan gaan worden. Goedemorgen, Lisa. Goedemorgen. Als maatschappelijk werker ben je eigenlijk vanaf intake tot aan opname betrokken. Welke vragen ze hebben, welke problemen er liggen. En dan kun je denken aan werk, inkomen, relatie, de rol als ouder in het gezin. Maar ook sociale contacten en daginvulling. Daar ga je samen in kijken. Ziet de cliënt dit zo of is dit meer iets wat vanuit het netwerk of de echtgenoot komt? De eerste paar keren dan rollen de tranen wel over je wang als je dan opgehaald wordt. En het voelt ook wel als falen van... Waarom kan ik dit zelf niet? Hè? Waarom kan ik geen 24 uur per dag zorg aan het aanbieden? Maar ja, we waren gewoon op. De meiden, onze dochters ook. Doordat wij de dagbehandeling aanbieden, kunnen cliënten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wij ondersteunen de mantelzorger, zodat ze op kunnen laden en de zorg weer beter aan kunnen. Ook kan de mantelzorger in gesprek gaan met bijvoorbeeld een psycholoog en ook ondersteund worden van hoe ga ik nou om met mijn partner of mijn familielid met Huntington. Wij bieden op onze dagbehandeling een gestructureerd dagprogramma aan met voldoende balans tussen rust en activiteit. Daarnaast hebben wij activiteiten gewoon voor de gezelligheid, maar hebben we ook activiteiten met een behandelingscomponent. Dan krijg je bijvoorbeeld met de fysiotherapeut een groepsbehandeling of met de logopedist. Bewegen is belangrijk om te zorgen dat we de mensen zo lang mogelijk zelfstandig op de been kunnen houden. Denk dan bij een conditietraining, krachttraining en balanstraining. Die componenten willen we het liefst aanspreken, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig vooruit kunnen. Je ziet dat de ziekte voornamelijk op achteruitgang is aangesloten. In de eerste fase trainen we natuurlijk zwaarder, harder en moeilijker. Naarmate die functies afnemen, zullen we de training ook bijsluiten en zorgen dat we altijd op maat blijven behandelen. Is dat een moment dat er geen balanstraining meer mogelijk is, zullen we nog altijd kracht en conditie blijven trainen. En zo gaan we elke keer bijstellen om te kijken dat we het aan kunnen passen op de levensfase waar iemand in zit. Voor onze activiteiten werken we samen met onze buitenlocaties, onder andere Werk en Talent. En bij Ja, ook. Als zelfstandig wonen met ondersteuning van dagbehandeling en polykliniek niet meer gaat, dan komen mensen hier wonen.
Dat kan op twee afdelingen, het Nevensplein en het Floresplein. Die zijn gespecialiseerd in mensen voor de ziekte van Huntington. En daar zijn de leden van het expertteam ook nauw bij betrokken. In de zorgverlening en in de behandeling. Waarbij we uitgaan van wat de cliënt kan, wat hij zelf wil en datgene waar hij ondersteuning in nodig heeft. Iedereen kent hem, iedereen spreekt hem aan. Hij heeft bijna altijd goed humeur. Mm-hmm. Ja, gewoon. Ja, hij zit op zijn plek hier. In het begin, in het begin had ik er geen vrede mee. Kom op. Een paar jaar later, toen ging het steeds beter hier. Ik vind het fijn om hier te wonen. Ja. Goedemorgen, Tom. Hoe we binnenkomen? Hallo. Hoe gaat het? Nu gaat het over. Gaat goed? Oké, met jou? Ja, prima. Zullen we de dag opstarten vandaag? Ja? Even kijken, wat heb je vandaag erop staan? Deze, bakken. Bakken. En vandaag elektrische rolstoel rijden. We proberen zo snel mogelijk in te spelen op die achteruitgang van de ziekte door nieuwe dingen aan te leren. Bijvoorbeeld bij het rolstoelrijden, dat de ergotherapeut al in een vroeg stadium gaat starten met de therapie. Je kan ook denken aan bijvoorbeeld het zoeken naar een goede dagstructuur, waarbij je heel goed gaat kijken naar die balans tussen de belasting en de belastbaarheid, wat je ziet dat heel erg vermindert bij de ziekte van Huntington. Daar kan de ergotherapeut bij meedenken, daar hebben we behandelprogramma's zoals Beter in Balans voor. Dat kan de cliënt ondersteunen. Ik ga broodpap maken samen met Twan. Wat we doen is een broodpap maken die makkelijk te slikken is. Omdat Twan wat slikproblemen heeft. En daardoor eigenlijk gewoon brood niet meer goed kan slikken. Dus we maken een broodpap. En we hebben verschillende variaties daarin. Wil je in tomatensaus of in satésaus? Ik doe een saté. Saté vandaag? Het is natuurlijk belangrijk dat Twan kan zeggen wat hij wil en dat hij ook iets krijgt wat hij lekker vindt. Dus we proberen elke dag ook variatie aan te bieden. We kijken echt wat kan, tot bepaalde hoogte natuurlijk. Als de veiligheid in het geding komt, dan moeten we andere keuzes maken. Maar we proberen zoveel mogelijk mee te bewegen. Het kost je dan ook minder energie om de maaltijd op te eten. Ja. Dus heb je meer energie over voor andere leuke dingen op de dag. Hè. Ik vind het belangrijk dat een cliënt in eigen regie is. En dan kan het soms zijn dat als een slikprobleem toeneemt, voeding moet worden aangepast. Een cliënt is het daar niet altijd mee eens. Soms komen we daar niet uit en dan hebben we best wel een dilemma. Dan kunnen we een moreel beraad aanvragen. Het is een gesprek wat we houden onder leiding van de geestelijke verzorger, waarbij we het probleem van verschillende kanten belichten. En dat doen we om als team tot een bepaalde visie te kunnen komen en hopelijk ook samen achter het behandelplan te kunnen staan. En uiteindelijk is het de arts als eindverantwoordelijke over welke weg we inslaan bij het behandelplan. Het aanbod van Dik Vloeibaar is beperkt. We zijn op dit moment bij Archipel bezig met de ontwikkeling om te kijken of de zorgmedewerker zelfstandig een dikvloeibare maaltijd kan gaan klaarmaken. Als jij zin hebt in je bord rotti, kunnen we rotti voor je bereiden, dikvloeibaar. I only. Ja? What I know. Maak maar groot, hè. The passing years. Op dit moment zijn de muziektherapeut en de logopedisten samen bezig met het geven van een combinatiebehandeling aan de bewoners met de ziekte van Huntington. We voegen ritme en melodie toe aan bepaalde zinnen en die oefenen we dan verschillende keren om ervoor te zorgen dat een cliënt die zin zelf kan blijven zeggen, maar ook om zo verstaanbaar mogelijk te blijven spreken. Mag ik de krant? Mag ik de krant? Dit is echt inslijpen. Dus we zorgen ook voor een stukje automatiseren. Dus, en we hopen eigenlijk ook gewoon dat ze dat zelf meepakt. Als ze de krant wil, dat ze dan ook kan zeggen, ik wil de krant. Mag ik de krant?
We zoeken ook gewoon functionele uitspraken voor iemand die dat belangrijk is. Hè. Sommige mensen vinden koffie belangrijk. Nou, dan zorgen we dat er een uitspraak komt voor de koffie. Maar het is wel dat we moeten het wel echt langdurig inslijpen. Dus het is niet zo van, je doet hier een paar keer de oefening en dat Sascha dan heel makkelijk, heel rustig, vloeiend kan spreken dat ze de kant wil. Het moet wel echt geoefend worden. En het is ook gewoon leuk om te oefenen, toch? To be loving. Kom maar, Sas. Ja, you. Goed. Top. Yes. Ja, waar ik wel lang mee gestruggeld heb, is dat ik het heel lastig vind dat de Twan zelf niet inziet wat het met ons doet. Maar dan kan ik het ook wel weer relativeren van ja, Twan kan er gewoon niks aan doen. Dat is gewoon de ziekte die het daar meebrengt. Maar het is wel heel lastig om daarmee om te gaan. Soms zie je dat inzicht bij de cliënt met de ziekte van Huntington, dan zie je vaak dat echt wel achteruit gaat. En dan merkt de partner veel meer problemen in ten gevolge van de ziekte, wat de cliënt zelf niet zo merkt. En dat geeft natuurlijk heel veel wrijving, heel veel onbegrip aan beide kanten. Archipel heeft kleine woongroepen van 9 mensen en mensen met ziekte van Huntington verblijven met elkaar en vinden het contact met elkaar ook heel waardevol. Lotgenotencontact is heel belangrijk voor de cliënten, dat ze samen kunnen kijken, goh, hoe ga jij ermee om? En dat iemand begrijpt hoe het is om deze ziekte te hebben. Door de ziekte van Huntington kan iemand veranderen van gedrag en karakter. En het contact met de omgeving, met de mensen eromheen, is voor ons heel belangrijk om inzicht te krijgen in hoe iemand altijd is geweest, wat iemand altijd belangrijk heeft gevonden, hoe iemand was voordat de ziekte van Huntington verder openbaarde. Als iemand de diagnose de ziekte van Huntington krijgt, dan slaat dat de grond onder iemands voeten uit. En de ziekte heeft enorm veel impact op het leven van iemand en op het leven van de mensen daaromheen. En bij Archipel proberen we tijdens die fase van die ziekte de cliënt zoveel mogelijk in zijn kracht te zetten en te zorgen dat hij zijn leven kan leiden zoals hij of zij dat graag wil.